Onze ochtenden beginnen vroeg om 6 uur. Dan gaan wij bloemen inkopen en we zorgen dan dat alles voor de winkelopening aanwezig is op de winkel. Mijn naam is Loes Smeets en ik ben sinds kort eigenaar van Frisse Pieters in Maastricht. Frisse Pieters is de oudste bloemenwinkel van Nederland. We bestaan vanaf 1847. Wat me verbaast is dat het bedrijf best veel heeft meegemaakt. Spaanse griep, de oorlogen. En dat het eigenlijk altijd is gewoon blijven doordraaien. Dat vind ik toch wel heel erg fascinerend. Door al het speurwerk en al het lezen over de familie en over de tradities en tragedies, ben ik wel verbonden geraakt met het bedrijf en voel ik me inmiddels ook wel een onderdeel daarvan. Ik vind het heel belangrijk dat mensen die hier werken zich op hun gemak voelen, met liefde, passie kunnen vertellen over bloemen en hun mooie creativiteit kunnen botvieren op alle prachtige bloemen die hier staan. En dat ze de klanten een mooi verhaal kunnen geven over bloemen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik hoop wel dat ik een mooi bedrijf kan nalaten aan mijn 4 kinderen. En wat zij daar zelf mee doen, dat is aan hun.